Goedemiddag Albert. Goedemiddag. Vanmiddag tegen Weert. Spannende wedstrijd? Ja, dat hoop ik niet. Maar we zullen het gaan zien. Weert heeft in ieder geval wel wat kwaliteit aan huis. Een paar meiden die al een aantal jaren ervaring hebben, Eredivisie ervaring hebben. Maar wij draaien op dit moment wel goed. En ik denk als wij ons eigen spel spelen, dan komt het wel goed. Ja, de cijfers liggen er niet om, hè? Alle punten bij elkaar gegraaid. Ja, gisteren ja. Sliedrecht-Sport, verrassend misschien tegen Talent Team? Ja, verrassend niet. Dat soort wedstrijden zelf als speler ken je die ook wel. Dat je de tegenstander onderschat, dat moet je eigenlijk nooit doen. Want als je dat doet, dan gebeurt dit soort dingen. Dat je gewoon ongeconcentreerd aan de wedstrijd begint. En zeker tegen een Talent Team, dat zijn allemaal meiden die talent hebben en die worden alleen maar beter. Dus dan kunnen ze zo wel eens gaan verrassen in de competitie. Als je er niet helemaal bij bent met je hoofd, dan kun je zelf verliezen. Dus dat moet je nooit doen. Dat is vanavond ook het geval. Wij moeten weer zeker niet onderschatten. We moeten zorgen dat we vanaf het begin laten zien wat de bedoeling is. En dat we de punten hier thuis willen houden. En dat we ze gelijk onder druk zetten. Ik hoop het ook dat jullie dat gaan doen. Barbara, vorige week een ongelukje met haar pink. Hoe is het nu? Ja, het gaat wel beter met haar. Ze heeft van de week wel meegetraind, een aantal dingen gedaan. Achterin vooral. Aan het net heeft ze nog niks gedaan. Het is nog wel gevoelig. Dus ik denk niet dat wij het risico moeten gaan nemen om haar te laten blokkeren in de wedstrijd. Want dat zou nog te vroeg zijn, denk ik. Ik denk dat het nog te gevoelig is. Gelukkig gaat het goed, hoor ik van jou. Dus straks weer inzetbaar als we echt naar het grote werk gaan in Zwitserland. Kijk jij naar uit? Ja, ik kijk er wel naar uit. Ja. Ik bedoel, het is hartstikke leuk om weer mee te maken met een Nederlandse ploeg. Om Europees te gaan spelen. En zeker voor Alterno. Het is voor het eerst in de historie dat Alterno Europees gaat spelen. Dus ik hoop dat het in ieder geval een hele mooie ervaring zal worden. En dat we ook hopelijk een leuke resultaat kunnen gaan boeken. Wij hopen het met jullie natuurlijk. Wij zijn erbij. Dankjewel voor het interview en ik wens je ongelooflijk veel succes. En zorg dat je loskomt met de koppositie. Dankjewel Tony. Graag gedaan. Goedemiddag. Fabian, kun je even voorstellen en vertellen wat je hier doet vandaag? Ik ben Fabian Plak. Ik ben 16 jaar. En ik kom mijn zus aanmoedigen vandaag. En de zus van jou heet Celeste. Kan ook niet anders. Volleybal je zelf ook? Ja, ik volleybal zelf ook bij de Boemel in Thuisjoren. Daar speel ik derde divisie. En ik speel ook bij Jeugd Oranje. Dus je gaat je zus achterna. Internationale carrière voor de boeg, denk je? Ja, ik probeer het wel en ik hoop het wel, ja. Wat gaat het vandaag worden tegen Weert? Wat denk je? Ik heb echt geen idee. Beetje vertrouwen in je zus, toch, of niet? Ja, dat sowieso wel. Wij gaan in ieder geval voor de 3-0. Je komt hier niet altijd kijken, want je moet zelf wedstrijden spelen. Zie je wel genoeg van je zus, denk je? Ja, dat wel. Even goed. Ik wens haar heel veel succes in de camera. Ja, het is wel later als dit uitgezonden wordt, maar... Ja, ik wens je heel veel succes. Hey. Dankjewel, Fabian. Goedemiddag, minis van de week. Wie zijn jullie? Lois, Amber. En welk team spelen jullie? D2, D1. En zometeen mogen jullie gaan serveren. Dan staan jullie met dames 1 in het veld. Heb je al een beetje in gedachten hoe je gaat serveren? Geen flauw idee. Bovenhands. Bovenhands? Ja, dan ook wel bovenhands. Bovenhands. En hopen dat je een paar keer over het net kunt spelen. Heb je er zin in? Ja. En wat verwachten jullie vandaag? Gaan ze winnen? Ja. Heel hard aanmoedigen, hè? Ja. Wil jullie horen? Ja. Dank jullie wel en heel veel plezier. Dank je wel.
Thank you.